Hi, welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik je laten zien hoe je kan achterhalen of een website wel of niet betrouwbaar is. Ja, of een website betrouwbaar is, dat moet je zelf beoordelen. Maar ik ga je laten zien hoe je dit snel kan beoordelen. We zijn bij Google. Allereerst is het belangrijk om te weten dat de Consumentenbond een zwarte lijst heeft. En met die lijst kan je achterhalen welke webshop wel of niet erop staat. Die zwarte lijst geeft aan dat mensen slechte ervaring hebben met die webwinkel. Dus ik ga je nu de zwarte lijst even laten zien, zodat je een beeld hebt van wat ik precies bedoel. We zijn bij Google. Type zwarte lijst op betrouwbare webwinkels. En vervolgens komen we op de website van de Consumentenbond. En dit is de website. En zoals je hier kan zien, zijn de websites, of in ieder geval de domeinnamen, van A tot Z opgesomd en vervolgens zie je gewoon wie wel of niet op de zwarte lijst staat. Het probleem hiervan is, je moet gaan zoeken welke domein wel of niet erin staat. Dus je kan gewoon Ctrl-F zoeken naar een bepaalde domein en dan kan je het gewoon vinden. Wat je ook kan doen is gewoon de domein oppakken. En vervolgens ga je hierop, ga je naar Google. Stel je voor je bent in de webwinkel en je bent aan het kijken of een website wel of niet te vertrouwen is. Dan typ je gewoon insight en dan typ je gewoon de domeinnaam. En als het goed is, krijg jij de domeinnaam te zien dat het op zwarte lijst van onbetrouwbare webwinkels staat. Dus zo kan je achterhalen of een website wel of niet te vertrouwen is, aan de hand van de lijst van de Consumentenbond. Wat je ook kan doen is gewoon kijken of er sociale signalen zijn van een bepaalde website. Want de meeste webwinkels die een webshop hebben, die zijn actief op social media. Kijk, als je B2B doet, dan ben je ook actief op LinkedIn. Dus we typen dezelfde domeinnaam hierin. En zoals je... Oh, wacht. Ik doe even iets verkeerd. HTTPS. Zoals je hier kan zien is de domeinnaam nergens actief op social media. Dus dat zegt al wat het niet betrouwbaar is. Als je deze lijst gewoon afgaat, dan zie je dat heel veel websites uit de lucht zijn gehaald. En het was heel moeilijk om een actieve website te vinden. Dus zoals je hier ziet, deze domein werkt niet meer. Of in ieder geval, het is uit de lucht gehaald. En dat is voor 99% van het gevallen hier. Dat zeggen ze ook hierin. Maar het mooiste van is, als je webwinkel hebt, doe gewoon insight. En als je hier ziet dat het op zwarte lijst staat, dan ben je gewaarschuwd. Ik heb in ieder geval 2 gevonden die wel doen. Bijvoorbeeld edit2veilig.nl. Zoals je hier kan zien is het niet beveiligd met SSL. Wordt vaak aanbevolen, maar het is niet verplicht. Maar ik zal het wel doen als je website-eigenaar bent. Dus dit geeft al een teken van oké, pas wel op wat je hier achterlaat of als je gaat betalen. Dus pas wel op. En vervolgens contacteer ons hier. De contactformulier is helemaal niet... Deze website is gewoon heel oud. Dan kan ik gewoon zien aan de manier van hoe het is opgebouwd. En ze durven nog het woord veilig nog te gebruiken in hun website. Dus eigenlijk is het juist het tegenovergestelde, want het is gewoon onveilig. Maar... los van dat, ik zal hier in ieder geval geen zaken mee doen of in ieder geval geen bestellingen plaatsen. Dat is de eerste website. En dus met andere woorden, als je gaat kijken, kijk of ondernemingen zijn informatie heeft achtergelaten. En of die daadwerkelijk bestaat. En kijk ook of die website up-to-date is. Want als het niet up-to-date is, waag niet om geld achter te laten of in ieder geval betalingen te plaatsen. Een website moet up-to-date zijn. Ja, dat vind ik in ieder geval. Dus dit is in ieder geval een no-go website. Ik heb ook in de lijst een andere gevonden. Dus dit is best wel interessant. Want deze maakt het juist heel moeilijk om te beoordelen of het wel of niet betrouwbaar is. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Maar allereerst, geen SSL certificaat. Dus ik zal in ieder geval geen informatie hier achterlaten. Want je weet er nooit wat er mee gebeurt. En het is vanaf 2018. We zijn in 2019. En dit is niet echt up-to-date. Dat is ook wel jammer. En... ik heb even opgezocht hierbij waar het precies ligt, maar dit is niet heel goed ingesteld, in ieder geval de adresgegevens. Als je dit adres opzoekt, dan kom je ergens in Nederland waarvan ik denk, oké, ben je daar echt gevestigd? Dus dat is ook een iets, maar deze website staat op de zwarte lijst, dus dat geeft jou een signaal van oké, let wel op als je met hun zaken gaat doen of doe helemaal geen zaken met hun. Want het is gewoon advies van een Consumentenbond. Dus deze website is best wel moeilijk, want als je eerst voor het eerst erop aankomt, dan lijkt het niks verdacht op. Zoals je hier kan zien, het is niet verdacht. Maar het staat op de lijst, dus ik zal niet zo snel de zaken doen en er zijn een paar kleine minpunten.
En zoals je hier, wat je ook kan zien is dat ik zie nergens informatie van het bedrijf. Als ik iets wil bestellen of wat dan ook, of zaken mee doen, dan wil ik wel eerst weten van wat zij precies doen. Verder hebben ze die AdSense, FAQ, contact ons. Zoals je hier kan zien is deze website niet up-to-date. Het is een tijdje geleden gemaakt. En als we kijken naar de source code, dit is met WordPress gemaakt, als je het goed hebt. Ja. Als je WP typt, zie je meestal dat het met WordPress is gemaakt. En ja, het is makkelijker met WordPress maken. En ik heb niks met mensen die websites maken met WordPress, want ik maak zelf ook websites met WordPress. Wat ik wil zeggen is, als je met WordPress maakt, onderhoud het ook. En het ziet er wel mooi uit, maar kijk, als ondernemer ben je verplicht om je informatie op de website te zetten. En dat doet deze website het niet. Dus deze website zal ik niet zo snel zaken mee doen. Ik persoonlijk, ik zal kijken van als ik iets van nodig heb voor een product of dienst, dan zal ik ze opbellen. In ieder geval kijken of ze geregistreerd staan in KVK en of mensen zaken met hun hebben gedaan. We gaan even checken of zij social signalen hebben. Ik denk het niet. Dus we gaan even kijken. En zoals je hier kan zien, ja, dat is gelijk. Ze hebben geen social signalen, dus ik zou helemaal geen zaken met hun doen, omdat zij zijn ook niet actief op social media. Kijk, ook al ben je online en je verkoopt je dingen en je hebt ervaring daarmee, dan ben je best wel actief op social media. Ook heb je één of twee social signalen, het zegt al wat. Want het kan zeggen dat jij aan het beginnen bent, je bent in de beginfase, of je hebt er heel veel bijvoorbeeld. En dan ben je gewoon aan het eindfase. Dus dit zijn punten waarvan ik denk van, oké, let daarop. En als je gaat beoordelen of een website al dan niet te vertrouwen is. En deze website is niet beveiligd. Als je hier gaat zien, not secure. Het is eigenlijk een tool om te gebruiken om achterhalen of een website wel of niet gekoppeld is aan social media en of er wel soorten signalen zijn. Dus kijk, los van de SSL, ik vertrouw deze website. Het gaat mij meer puur om dat ik kan achterhalen of er soorten signalen zijn of niet. Dus hopelijk heb ik je een beeld gegeven van hoe je kan controleren of een website wel of niet te vertrouwen is. En volgende week zullen we andere websites bespreken. En laat me weten hieronder wat jij ervan vindt. En als je wilt dat ik een website voor je ga controleren of in ieder geval een website scan doet, laat me hieronder weten. Tot in de volgende video.